Een hele goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe Bitcoin update. Vandaag gaan we het hebben natuurlijk over de laatste technische analyse van Bitcoin, want er waren toch wel wat belangrijke ontwikkelingen gezien de fake pump, of moet ik zeggen fake nieuws. We gaan ook inzoomen op een aantal belangrijke artikelen, maar vooral, zoals de titel het al zegt, we zijn bullish. Totdat, daar gaan we nu achter komen. Geniet ervan, enjoy, en natuurlijk is deze video geen financieel advies. Let's go. Zo, jongens en meiden aangekomen bij onze Bitcoin chart. Ja. Jongens, het is een, een, een bijzondere chart. Een mooie chart. Um, en eigenlijk, ook al hebben we dat nieuws gekregen natuurlijk, uh, met een wik tot bij Bybit 30.700. En dit is een interessante 30.700 bij Bybit. Daar is dus ook deze high uitgeschakeld. Alleen... Als we dan naar Binance gaan, uh, zie je ook dat we zijn gekomen tot rondom de 30.000 als psychologisch level. We hadden hier een tijd geleden, echt een tijd geleden, hadden we een blauwe box staan, deze B-wave. En we zeiden destijds: zolang bitcoin, maakt niet uit wat er gebeurt op korte termijn. Zolang bitcoin boven die 26.000 is, moeten we omhoog kijken. En uh, toen wisten we inderdaad wel te zakken naar de 26.400. Maar zolang hij hierboven was op het hoge tijdframe, konden we dus omhoog kijken. En dat betekent dus ook dat wij dus nu kunnen aangeven zolang bitcoin boven zijn 26.700 is op het hoge tijdframe. Zijn we boel is. En um, ik zie het nog best wel interessant in, eerlijk gezegd. Want op het punt. Um, waar ik nu naar kijk, is dat we hier natuurlijk een impulsieve beweging naar beneden hebben gemaakt, um, vind ik het er best goed uitzien. Deze impulsieve beweging kon namelijk twee dingen betekenen. Het kon betekenen dat we hier een ABC hadden. En dat we dus inderdaad in een nieuwe impuls omhoog zitten. En die kan extenderen tot 36.000 plus minus. Dit zou echt ultra bullish zijn natuurlijk. Um, dat zou betekenen ongeveer dat je hier uh, nu in een wave 3 zit. Dus dat het best wel explosief kan gaan worden. En dan zit je dus hier in een 1, 2, 3, 4, 5. Dus best wel explosief. Dit is echt de ultieme bull counting. En is in mijn optiek... Geldig zolang Bitcoin boven de 27.000 is. Dus, dit is de Ultra bull case. richting de 34.000 à 35.000 dollar. Hoge tijdfilm. Zolang hij boven die 27.000 is. En dit betekent natuurlijk heel veel goeds. En niet alleen voor Bitcoin, maar voor de hele cryptomarkt: dat het er interessant uitziet. Um, wat ook belangrijk is, is om te weten dat Bitcoin boven zijn. 55 IMA op het wekelijks tijdframe mee te sluiten. En ik gebruik vaak niet de IMA's, maar dit zijn wel belangrijke indicatoren voor traders. En hier zie je het: hier werd die support, hier kom je eronder gevaarlijk. En hier wist hij er toch support op te houden. Dus dat zijn ook wel zeker bullish indicatoren als we het hebben over de 55 IMA op het wekelijks tijdframe. Goed, um, naast dat we dat hebben natuurlijk. Zijn we dus bullish op het hoge tijdframe, zolang we boven die 27.000 zijn. Deze blauwe box, plus minus. Oké, okay, wat kunnen we nu op het lage tijdframe verwachten? Um, er staat hier al het een en ander klaar. <laughs> die hebben in ons VIP-kanaal hebben we die gedeeld uh, qua trade setups. Maar um, hoe ik er nu technisch gezien naar kijk voor een minimale mogelijke boeltelling. Um, we hebben natuurlijk deze impuls. prachtig naar de nieuwe high. Maar we hebben ook een boeltelling die eindigt op 31.000. En die ziet er zo uit. En deze boeltelling um, kan hier klaar zijn. Want hij heeft de blauwe box gehit. Hier ook. Alleen structuurwijs zou ik het niet gek vinden. Niet gek vinden. Dat hij nog even naar die 31.000 gaat. Voor de boeltelling nummer 2. Um, hoe ziet het er dan uit? Nou. Kijk, wat ik dan zie. Die B wave bestaat altijd uit ABC-bewegingen. We hebben hier onze eerste ABC-beweging. We hebben hier een ABC-beweging. Dus je zou zeggen, dan moet hier ook een ABC-beweging. Dus dan zou je zeggen A. B. C. En dan zou je dus technisch gezien. Uh, dat zijn LED Wave termen. Ik ben een LED wave trader. Dan zou je hier een prachtige weekzij hebben op deze manier. En deze weekzij target kunnen we al hanteren. Op deze manier. Die weekzij target ligt op minimaal 30.500. Maar kan extenden tot 31.500. En zou de blauwe box dit zijn. En dan zou je overeen kunnen komen met. Um, Um, ...de high pakken op de 1 op B extensie natuurlijk... ...maar ook rondom de 90% als we het hebben over de normale Fibonacci Retracement. Dus um, dan kunnen we deze kunnen we dus eigenlijk iets verlagen... ...want die je niet te diep hebben. Dus zouden we kunnen zeggen op het lage tijdframe... ...we hebben hoog tijdframe, zolang je 27.000 is, hebben we die boeltelling... ...maar op het laag tijdframe, zolang je boven die 27.500 is... Deze B-wave, dat zal ongeveer de Golden Pocket zijn. Zolang ik boven de 27.500 is op het gemiddelde of lage tijdsframe, zie ik hem sowieso nog naar de 30.500 gaan. Of misschien zelfs de 31.500. Deze blauwe boxzone. En dat is interessant. Ongeacht wat de nieuws hier heb gedaan, Ik tel deze week niet mee. Dus hoe ik hem dan ook zie, omdat ik de week niet meetel, is een 1, 2, 3, 4, 5. Nu in een B-wave, even corrigeren. Consolideren, accumuleren, hoe je het maar wil noemen. Om daarna die verdere push te krijgen. En dat is dus zolang Bitcoin de 27.4500 houdt op het gemiddelde tot lage tijdframe. En kunnen we zeker nog wel even hier blijven hangen. Dit zou er ongeveer op deze manier nu uit kunnen komen te zien. En dat is best trappy. Komt -ie. Waar ik voor nu dan ook naar kijk is dat we, hè, we hebben nu deze lokale high hier gepakt, dat we dus best vandaag ietsje laag kunnen gaan, misschien zelfs naar de 28.000. Vanaf daar weer een push kunnen krijgen naar nou, misschien zelfs weer 29.400. En dan als we nog weer naar beneden kunnen gaan naar de 26.500. Dus er gaat vermoedelijk op het lage, echt lage, lage zijn veel getrapt worden. Hou daar dus ook rekening mee. Al met al, short story. Zolang Bitcoin dus gewoon boven die 27.400 is, blijven we omhoog kijken. Lage tijdframe, Hou rekening met range, trappen, lospakken, highs pakken, consolideren. Om zich klaar te stomen voor die mogelijke nog een push. Natuurlijk, 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 natuurlijk. Is het ook mogelijk dat we een beertelling hebben. En die beertelling zou zomaar eens het volgende kunnen zijn. Dat dit inderdaad al de laatste push was. Want we waren in die box aangekomen. En dan gaan we even naar de dagelijkse tijdtrain. En dat gaat dus ook in. Dus ik ben ook echt wel bearish. Bearish als Bitcoin onder zijn 27.000 komt. En als Bitcoin onder zijn 27.000 komt. Dan verwacht ik eigenlijk al dat we een hele langere beertrend ingaan van een aantal weken, misschien maanden. Want dan hebben we te maken met deze uh, prachtige ABC. Sorry, deze moet hier komen te staan natuurlijk. Zo. Met deze prachtige ABC. En is die B al gezet? En dan gaan we die gap vullen die we natuurlijk op onze CME nog open hebben staan. Want zoals je hier ziet op CME. Heb, kijk, deze telling hadden we ook destijds toen uitgetekend. We hebben nog een gap open op 36.000 of 35.000. Maar we hebben ook nog een gap open bij op 20.000. Alleen welke gaat eerst gevuld worden? Voor nu begint het erop te lijken dat we eerst de bovengap gaan vullen, voordat we de ondergap gaan vullen. Uh, na de gap veel boven ga je waarschijnlijk dit doen, zo, en dan uiteindelijk kom je zo uit. Plus minus, even kort door de bocht hoor. Maar dat zou ongeveer de optie kunnen zijn. Drie redenen waarom nieuwe cryptoboeren de grootste tot nu toe zal zijn. Reden nummer 1. De Bitcoin spot ETF zal zomaar eens een flinke en grote impact kunnen hebben. SEC versus Ripple de rechtszaak zou een mega impact kunnen hebben. Maar natuurlijk ook weer de Bitcoin halving event. Dat rond april 2024 plaats zal vinden. We weten allemaal dat het vaak bij de rumoer zelden nieuws Dus als we zo, hè, hoe ik deze nu heb uitgetekend um, nu bij de rumoer zal zijn naar de halving toe, zou je zomaar eens hier in april aan kunnen komen zoals hij nu staat uitgetekend en dat we dan met de halving een nieuws event gaan krijgen, dat zou zomaar eens kunnen om die gap hier te vullen en dan te bodemen en dan klaar, want dat gebeurde ook vorige halving ook bij de rumoer nieuws event dus hou daar ook rekening mee dat dat mogelijk is, en als we nu Eerst naar beneden gaan, dan zou ik zeggen dat hij misschien zelfs voor de halving alweer omhoog gaat knallen. Goed, natuurlijk ook nog even uh, um, een, een stukje over Bitcoin Mintrix. Bitcoin Mintrix is misschien wel de beste crypto om in te investeren als je met altcoin wilt profiteren van toekomstige BTC-stijgingen. Bitcoin Mintrix is namelijk bezig om Bitcoin mining op de markt te transformeren via een stake to mine. Concept. Super interessante token. Um, ja, wil je daar meer over lezen? Hieronder in de omschrijving. staat alle informatie daarover. Um, tech Gigant overweegt 100 miljoen aan crypto's te verkopen. Ja, en onze Chinese techgigant Maite maakt bekend dat ze overwegen 70 miljoen aan Bitcoin en Ethereum te verkopen. Ze hebben namelijk geen specifieke plan met deze crypto's. Zou dit bearish, bearish nieuws? invloed kunnen hebben op de markt ik denk dat ze dit niet zomaar gaan verkopen ze zullen hier wel een goed plan voor hebben en dan nog een belangrijk belangrijk nieuwtje en dat is namelijk relative strength dogecoin shiba inu en pepe hoger dan de top 10 cryptos Markeer dit het begin van een nieuwe crypto meme trend en de Bitcoin koers maakten gisteren indrukwekkende sprongen voorwaarts, gestimuleerd door gunstige ontwikkelingen met betrekking tot de verwachte spot IVTF. Kortom, als Bitcoin dus aankomende periode, zoals we hebben uitgetekend, uh, deze bull trend la ja, laat zien, dan verwacht ik zomaar eens dat de meme crypto koersen uh, dus ook flink gaan stijgen. En misschien gaat het pas gebeuren wanneer Bitcoin wat begint te stabiliseren in de hogere targets. We zien het vaker: Bitcoin neemt de leiding, en daarna komt Deutsche, en daarna komen alle altcoins. En zou dit inderdaad voor alle andere memecoins een positief effect kunnen hebben? Goed, en mocht Dogecoin en de memecoin dus opgepakt gaan worden, ik zal dat natuurlijk ook invloed kunnen hebben op uh, ja, een van de pre-sales die nu nog live staan. Die zullen dus misschien zelfs op het perfecte moment gelanceerd gaan worden. En dan heb ik het natuurlijk over TG Casino, dan heb ik het natuurlijk over MemeCombat meme um, en Bitcoin Mindtricks die natuurlijk ook centraal staat, niet echt een meme-token is. Dat zal natuurlijk eh, op deze pre-sales positief effect kunnen hebben en natuurlijk ook nog eens onze Wall Street. Memes zou daarom goed uit de voeten kunnen komen. Mocht je daar meer informatie over willen, hieronder in omschrijf staat alle informatie. Ik wens jou een hele prachtige woensdag toe. Het beste voor het beste. En ik hoop tot vanavond in mijn eigen livestream op mijn eigen YouTube-kanaal, Elroy Ryan. Bye bye.